Op zaterdag 2 november vond in Dorpshuis Tavernue in Nieuwendijk het 47e Altena Streekfestival plaats. Jeugdfanfare Altena organiseerde deze editie. Er speelden 5 jeugdorkesten en 9 orkesten in het basis-, midden- en topsegment. We zijn dus bezig met het Altena Streekfestival. En dat is een onderlinge wedstrijd van de muziekvereniging uit Altena. En daar hebben 14 orkesten zich ingeschreven. We hebben dus vanmorgen 5 optredens gehad van 5 van die 14 orkesten. De muzikanten worden beoordeeld op hoe dat ze samenspelen. Natuurlijk ook het programma, de balans binnen het samenspelen. Ja, dan vormen er een aantal technische zaken, zoals de techniek op het instrument, de intonatie. Dus heel wat rubrieken die passeren aan deze tafel tussen ons. En dan komen we tot een oordeel. De jeugdorkesten zijn erg goed dit jaar, dus we hebben genoten. Dames en heren, het Opleidingsorkest! En nu alleen de jongens. La 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 la. Heep hoi! Waar wordt er om gestreden vandaag? Om de Altena Cup. En de Altena Cup is voor degene met het meest aantal punten. We gaan tot 60 punten. Elk jurylid geeft 30 punten. Dat gaat over 3 categorieën. Dus dat is bij elkaar maximaal 60 punten. En degene die het hoogst aantal punten heeft vanavond, dus dat geldt ook voor de jeugdklasse, doet daar gewoon aan mee. Die wint de Altena Cup. En het is misschien wel leuk om te vermelden. ONU uit Wijk en Aalburg, de Brassband, het grote orkest, die heeft hem al 2 keer achter elkaar gewonnen. Dus ja, als ze vanavond weer winnen, dan mogen zij mee naar huis. Zeg maar, dan mogen ze hem houden. Na een dag vol muziek en plezier was de uiteindelijke winnaar met 57,5 punt Altena Brass. Erg trots op het resultaat? Ja, iedereen heeft een leuk gevoel bij het hele optreden en ze kwamen allemaal als sterren van het podium af. Dus absoluut. Ook het gevoel dat jullie de sterren van de hemel gespeeld hebben? Ja, wat mij betreft wel. Nou, dan moet je bij de grote baas zijn naast mij. Die weet er alles van, maar voor mijn gevoel, absoluut. Ja, tevreden, denk ik. Ja, absoluut. Zeker. Zeker. Het was echt leuk vandaag. Ja. Hoe kijk jij terug op deze dag? Als een soort week na het Nederlands kampioenschap. Een soort fijne afsluiter van maanden zware inspanning. En zo voelde het ook vandaag. Zonder druk, gewoon op het gemak muziek maken. En dan is dit echt fijne beloning op het harde werk van de voorbije weken, maanden. Ja, want eigenlijk mogen we best wel stellen met het winnen van de Altena Cup dat jullie gewoon de beste uit Altena zijn. Ja, dat is echt waar. Ik ben er kei trots op. Allemaal dankzij Jos en deze prachtige muzikanten. Het legt de lat voor volgend jaar wel hoog. Ach, kijk. Je moet een uitdaging hebben in het leven, hè?